Hoi, welkom. We zijn met familie over de kook en we hebben deze keer wel een keer leuk nieuws. Yay. Yes! Marie-Louise, vertel. Dit was niet de afspraak. Wat een kring. Oh, dit vind ik heel erg. Nou, vertel. Wij waren genomineerd voor de Food Blog Awards in... Foodblog van het jaar, meen ik dat die heet, en beste foodfoto. En door alle hectiek moet ik heel eerlijk zeggen dat we het een beetje vergeten waren. Maar afgelopen maandag kregen wij bericht dat we door zijn voor beste foodblog van dit jaar. Woe! Ja! En zoals iedereen wel weet, hebben we de afgelopen tijd echt een hele hoop... noem het maar zoals dat het is, shit over ons heen gehad. Te danken aan deze mooie dame hier. Dat was op zich wel even lekker dat we een keer wat leuks kregen. Dus we willen het niet uitgebreid vieren, want er valt bij ons momenteel niet zo heel veel te vieren. Maar goed, op zich een lichtpuntje kunnen we ook wel gebruiken. Dus stem op ons, zodat we... misschien de Foodblog 2019... Gaan winnen, ja. Zo is het. Dat zou wel mooi zijn, hè? En volgens mij wilde Bodine jullie ook nog graag iets vertellen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle kaarten, alle ballonnen, alle knuffels die ik heb gekregen. Het doet me heel veel goed. Ik lees alle kaarten, ik plak ze in een fotoboek. En ja, het is echt heel leuk om dat allemaal dan weer terug te lezen en zo. En dit is denk ik het laatste filmpje, of er komt misschien nog een foto, maar dat weet ik niet zeker, met lang haar. Woensdag beginnen wij namelijk met de chemo en zaterdag gaat mijn haar eraf en die gaan we dan in een pruik verwerken. Dus daarna zien jullie mij of met die pruik of kaal. Dus. Nou. Wat dus? Jongens. Stem op ons, vergeet het niet. En we kunnen je wel een hart onder de riem gebruiken. Ja. Hey, ciao. Doeg. Ciao.